Hey guys, gaat jullie ik Wouter en vandaag doen we Civilization 5. Ja, dit is een heel erg lange tijd geleden dat ik dit heb gedaan. Maar we gaan gewoon beginnen. Ja. Ja. Geld. Nee, science. Maar we gaan beginnen met Shanghai, een van de grootste steden. Daar gaan we beginnen met vechten. Theodora van Byzantie maakt vrede met Sidon. Blij. Nu beschermt hij het opeens. Goed, dan zijn ze blijkbaar heel erg goede vrienden geworden. En oorlog. En Sidon denkt van nee. Ik wil geen oorlog. Ik wil wel oorlog. Hey, doei, bitch. Wat ik ook niet leuk vind, is dat we nu geen allies meer zijn van Sidon. Dus, kijk. Betere farms. Dat willen we hebben. Met allemaal stront. We hebben stront uitgevonden. En nu hebben we betere farms. Woehoe! En nu is hij weer aan het beschermen. Zijn we weer vrede en zijn we weer aan het beschermen. Nou, weet je wat? We gaan het gewoon doen, hoor. We gaan het doen. Waarom? Ja! Geen diplomaties, geen... We krijgen maar 10 gold per turn voor ze en ze krijgen dit hele shit, dit domme deal. Ze hebben een trade route, maar dat maakt mij geen ene shizzle uit, dus... Go! Ik weet dat jullie denken van, ja, fuck dat, weet je wel. Oh, yes! Sidon en Kathmandu hebben allebei ook nog oorlog verklaard op Sina. Wij gaan Sina gewoon doden. Dood ze! Ze hebben ze juist zijn kapot gemaakt. Oké, ik heb hier even ook een karavel gemaakt. Die gaat even de zee ontdekken. Jij mag een cannon gaan maken. Dat bedrijf en zo. Praag en China zijn nu allies. Praag heeft nu oorlog met ons. Duke Canon. We moeten nu gewoon een Minuteman hebben of zo. Minuteman, go! Ik had Shanghai nu al overgenomen kunnen hebben als ik het slim had gedaan. Wauw, zie je dit dan? Een heel veel bos. En een jungle. Heel klein stukje jungle in de echte wereld. Er zit een heel stuk groter dan dat het lijkt, maar jungle. Ik hoef geen vrede, nee. Ik wil oorlog, want ik heb haat in jou. Oh. Kijk eens wat ik gedaan. Boom. En dan zeg maar, is het onze stad? En ik ga de stad overnemen. We hebben Shanghai overgenomen. Shanghai is nu onze stad. Hier willen we zeg maar ook een courthouse. Want dit ding is nu in opstand, dus het kan niks doen voor 4 turns. Zouden hem ook naar de grond kunnen branden, maar ik wil Shanghai hebben. En zij is occupied. Hij zou extra een happiness produceren. Totdat een courthouse is gebouwd. Nou, ik wil graag een courthouse. Toch, we hebben heel veel aan happiness. Naar happiness zelfs. Maar toch, ik zou het wel fijn vinden om wat te hebben. Hierna gaan wij eigenlijk Beijing. Gelijk voor Beijing. Geronimo! De grote generaal. Geronimo! Sorry, ik vind het gewoon leuk. Geronimo! Nou, wat ik gewoon ga maken. Dit. Zeg maar high-tech en shit. Maar eigenlijk wil ik het hierbij gaan laten. Ik ben al bijna 3 kwartier aan het opnemen. Dus vonden jullie dit een leuk? Smash een like button. Smash ook even like button als je meer van wilt zien. Abonneer als je meer van mij wilt zien. Reageer wat je de volgende keer wilt zien. En ik zie jullie later. Bye bye.